Bijna alle jongeren die in december in Gouda een meisje mishandelden, zijn aangehouden. Vorige week verscheen op internet een filmpje waarop te zien was dat het 15-jarige meisje door een groep Marokkaanse jongeren werd geslagen. Ook pakte ze haar fiets af. Aan de hand van het filmpje werden eerder deze week al twee meisjes van 13 en 14 gearresteerd. Nu zijn nog 10 andere jongeren van 13 tot 15 jaar opgepakt. Tegen een 39-jarige thuishulp uit Rijswijk is 20 jaar celstraf geëist voor moord op een bejaarde vrouw in Den Haag. Vorig jaar werd ze door de rechter veroordeeld tot levenslang nadat het Openbaar Ministerie 18 jaar cel had geëist. Het OM vond levenslang een te zware straf en ging daarom bij het gerechtshof in hoger beroep. Machiel de Graaf wordt de lijsttrekker van de PVV voor de Eerste Kamer. De Graaf is fractievoorzitter van de PVV in de gemeente Den Haag en wil dat ook blijven. Hij gaat ervan uit dat de gedoogpartij met regeringspartijen VVD en CDA een meerderheid in de Senaat zal halen. Koninginnennacht verhuist misschien naar Rotterdam. GroenLinks in Rotterdam gaat de wethouder vragen om dat mogelijk te maken. Volgens de gemeenteraadsfractie zou het evenement een mooie aanvulling zijn op de Rotterdamse evenementenagenda. Organisator Doen Evenementen, die sinds 1989 de nacht organiseerde, wil nog niet reageren op de Rotterdamse belangstelling.